Nadat we gaan ze halen werd geroepen in Brussel en Den Haag, vertrekt er vrijdag een groep auto's en een bus om vluchtelingen echt uit Griekse kampen op te halen. Wat mag het kosten, zo'n symbool? Ze gaan met kerst. Dat feest waarop er in de kerk gelezen wordt hoe dictator Herodes honderden kinderen doodt om hoop op bevrijding de kop in te duwen. Het mag wat kosten, een symbool. Die auto's gaan naar Griekenland waar mensen in kampen hun vierde winter ingaan. Waar je voor eten elke dag een paar uur in de rij staat en kinderen zo weinig hoop zien dat ze zoeken naar de dood. Aanzuigende werking is het idee dat als je in Griekenland een snelle procedure hebt voor mensen op de vlucht, dat er dan ook meer vluchtelingen in Griekenland terecht proberen te komen. Europa's oplossing is afschrikkende werking. Vluchtelingen vastzetten en langzaam reageren. Van mensen een symbool maken van dat het heus niet leuk is om geluk en veiligheid bij ons te komen zoeken. Kinderen in die kampen betalen de prijs voor dat symbool. Daarom die lege bus en auto's als tegensymbool met kerst. Hoop kan ook geboren worden als er geen plek voor is.